Vandaag ga ik jullie een hele leuke nagel laten zien. Natuurlijk met blush. En ik ga laten zien hoe je een hele lange nagel kunt maken. Waar je lekker de blush voor kunt gebruiken. Zo wordt hij. Nou, zijn jullie nou benieuwd hoe ik die heb gemaakt? Kijk dan snel mee. Nou, als je natuurlijk helemaal weg bent van blush, maar je bent juist die stylist die die lange nagel maakt, dan zijn er natuurlijk allerlei trucjes waar je blush voor kunt gebruiken. Dus uh, laten we kijken, ik heb hier een van de mooie nieuwe blushjes, de Silvery. Ik ga een beetje een porseleinachtige nagel maken met daarin extra glitters. Uh, en ik ga beginnen, de verlenging is al vastgezet. Ik breng een laagje aan van de blush Silvery. En die lak ik eigenlijk gewoon over de verlenging heen. Je zult wat meer blush moeten gebruiken dan wat je normaal gesproken gewend bent op een kortere nagel. Maar je lakt gewoon door. En met dit laagje laat je goed zien tot waar je product mag komen. Dus neem de tijd. Zorg dat je goed binnen de lijntjes kleurt. En gebruik eventueel een klein penseeltje om hier die randjes goed aan te raken. Ik maak hem af. Nou, ik heb twee laagjes van de blush Silvery aangebracht. En wat ik nu eigenlijk heb gecreëerd is een mooie porselein look achtige uh, nagel. Dus kijk maar even mee. En je ziet dat het nagelbed er nog een beetje doorheen schijnt. Heel mooi. En aan de onderkant is die echt zilver. En het doet me al een klein beetje aan een babyboom nagel denken. Nou, we gaan geen babyboom-nagel maken. Ik ga uh, hierin nog wat extra glitters toevoegen uit, uh, een vers uit verschillende soorten uh, confetti-boxes van Magnetic. Uh, dat is een meestal een setje van 12 en daar zitten uh, verschillende soorten glitters in. Daar heb ik een kleine selectie uit gemaakt. En die ga ik eerst uh, verdelen in die nagel voordat ik hem af ga maken. En het wordt een beetje icy. Ja, heel tof wordt het. Dus ik heb wat uh, op een uh, steen neergelegd naast me. Ik ga het oppakken met de uh, Ultra Designer. Ik heb hier wat uh, topgel neergelegd. Daar pak ik een beetje van op met mijn ultra designer, zodat het een klein beetje plakkerig wordt. Dus niet te veel. En daarmee ga ik vervolgens wat oppakken want van wat hier op het palet ligt. En ik begin met uh, chameleon flakes. Daar heb ik ook wat van genomen. En die breng ik naar de nagel toe. Je kunt ze overal neerleggen. Het is jouw eigen design. Hè? Dus je mag zelf kiezen hoe je dat leuk vindt. En de sky is de limit natuurlijk. Je kunt hem ook helemaal vol zetten, maar ik vind het wel tof als je ook die blush nog er doorheen ziet. Dus ik heb hier een soort van swirl neergelegd um, van de uh, Chameleon Flakes. Ook een beetje extra richting de nagelriem, daar pak ik nog een beetje van op. En pak nog een beetje extra voor dit gedeelte. Nou, zo ga je weer terug naar je palet met een beetje topgel. En dan kun je gaan kijken voor het volgende item. En dat zijn nu deze leuke ja confetti. Hoe noemen we deze? Wiebertjes kan. En daar leg ik er ook een paar van op de nagel. Het hoeft niet heel netjes. Het kan gewoon links en rechts. Ik ga door naar het volgende. Ook wat uh, van de Magic Flakes. Ik moest even denken. Van de Magic Flakes. En die komen daar weer omheen. Nou, je kunt dus, dit dus blijven pimpen zoals je dat zelf leuk vindt. En ik vind het ook leuk om hier nog een beetje met de blush Silvery verder overheen te gaan. En om de nagel een beetje meer diepte te geven. En dat er een beetje meer gebeurt in die nagel. Dus we gaan het gewoon even proberen om te zien hoe dat eruit ziet. Ja, ik heb wat blush neergelegd. Ik ga natuurlijk niet alles bedekken onder de blush. Ik ga het een klein beetje extra diepte geven. Zodat sommige delen een beetje. Uh, ja, wazig worden, eigenlijk. Je moet een beetje denken aan een de milkpadnagel. Dan krijg je wat meer effect. Nou, ik herhaal de tweede stap nog eventjes met het plaatsen van wat glitters. En op die manier krijg je diepte. Je kunt blijven bouwen ja, tot het uh, oneindige, in ieder geval totdat de nagel uh, de juiste bolling heeft. Maar ik leg nog uh, één keer wat glitter neer voordat ik de nagel af ga maken. En zo krijgen we wat meer diepte. Dus ik pak weer wat met een beetje top gel. En die leg ik weer. Op het bovenste gedeelte neer en aan deze kant hetzelfde. Maak hem weer af met wat chameleon flakes. Nou, ik heb lekker uh, blush kunnen gebruiken. Heerlijk, want ik vind het een prachtig product, maar ik hou van die lange nagel. Dus ik heb op de ondergrond als verlenging heb ik Power Gel gebruikt, PowerGel Clear. Dus een lekkere, stevige verlenging. En ik ga nu de nagel ook afmaken met PowerGel Clear. Dus in, in principe heb ik dus een blush sandwich. Zo moet je het een beetje zien. Dus uh, ik ga nu aan de slag met PowerGel Clear. Dit is het eindresultaat geworden en ik wil hier eigenlijk alleen nog maar transparant overheen zetten. Nou, ik ga hier. Gewoon eigenlijk, als je kijkt naar de zijkant, kun je bepalen hoeveel product je nodig hebt. Het is dus niet zo heel veel. Maar ik wil wel een behoorlijk bolletje pakken om in ieder geval te zorgen dat alles goed ingepakt ligt. Dus het bolletje gaat bovenaan de nagel. En ik ga de nagel maken zoals je gewend bent. Ik heb het bolletje neergezet aan de bovenkant. Die ga ik even goed verdelen. Dus ongeveer bij de nagelriem neerleggen. Die daar straks makkelijk naartoe te verwerken is. Daarvoor draai ik de nagel ook een klein beetje naar beneden, zoals je kunt zien. Zodat ik goed zicht heb op die nagelriem. En zorg dat die er niet in loopt. Helemaal rondom. En daarna zet ik de nagel weer wat rechter op. En ga ik het product mee naar voren nemen. Nou, ik heb alvast voor jullie geveild, anders duurt het zo lang, hè? Pietje, precies. Ik blijf maar veilen. Uh, maar ik had het net met jullie natuurlijk ook al over dat een beetje porselein look, hè? Want als je dat wil verkrijgen, dan gaan we natuurlijk nu aflakken met uh, uh, Extreme Mat. Dat ga ik eerst even doen en daarna laat ik jullie de glanzende versie zien. Dus uh, kijk maar mee. Nou, ik heb hier de Extreme Mat. En je ziet gelijk ook hoe die wordt als die glanzend is. Ook heel erg mooi, vind ik. Lijkt een beetje op een melkbadnagel. Nu ik er zo naar kijk. Nou, voorzichtig de topje aanbrengen. Ik schud uh, mijn Extreme Mat altijd even van tevoren. Nou, magic it is. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus uh, kijk naar het matte resultaat. Super tof. Je ziet ook echt die dieptes erin. Hè? Daarvoor heb ik dat extra beetje blush aangebracht zodat je wat meer dimensies hebt. Vind ik zelf heel leuk. Het hoeft niet, maar het mag wel. Nou, laten we nu doorgaan met de glanzende versie. Die lak ik en dan uh, komen we straks gelijk terug op het eindresultaat. En normaal gesproken kies je natuurlijk eerst meteen voor een matte of een glanzende versie. Aangezien we natuurlijk nu een extra laag gel polish of topgel op het eindresultaat neerzetten. Dat is normaal gesproken niet de bedoeling, maar ik wil jullie natuurlijk nu wel eventjes alle tweede versies laten zien. En dan natuurlijk de glanzende versie. Hartstikke mooi. Ik kan me ook voorstellen dat jullie hier helemaal verliefd op zijn. Want de glitter komt je natuurlijk tegemoet. Je ziet iets minder van het uh, 3D-effect zeg maar. Je ziet minder diepte, maar hij is ook wel heel erg tof. Om daar lekker sterk is met power gel of met acryl natuurlijk of normale gel. Er is heel veel mogelijk. Dus lekker gebruiken, lekker aanschaffen en heffen uh, met blushes. Doei doei.